Dit is Dirk en ik ben Sanne. En samen in Pieter reizen wij door Europa. We kijken hier ons verhaal. Zo, ik sta in de haven van Saint-Tropez. Ik heb maar heel weinig beelden voor jullie. Ik was hier gisteren de hele dag en ik had een heuse rondleiding van iemand die hier veel tijd spendeert. Het was een mooie en zonnige dag en vandaag is het een bewolkte en regenachtige dag. Dus we gaan door met rijden. We gaan de kustroute rijden. En we gaan richting Cannes. En daar ga ik op een camping staan voor 40 euro per nacht. But it's okay. Ik ga er lekker van genieten. En dan zijn we bijna in Italië. Snackies. In de vakantie is, hoe gaat het met het zaak? Is een patatje oorlog ook eens aan het eten zijn? Heb je een intro? De bus aan het slopen, vriend. Dirk kan natuurlijk niet alleen zijn, maar ik ben wel bezig geweest met dat te trainen deze vakantie. Met bijvoorbeeld betalen bij een benzinestation of eventjes 10 minuten de winkel in of 10 minuten douchen. En ik heb de ene keer het idee dat hij het beter trekt dan de andere keer. En nu heb ik besloten even een half uurtje te gaan zwemmen in het zwembad. En hem alleen achter te laten. Ik ga de camera opzetten om te kijken of die dan ook ergens misschien wel rustig wordt. Of dat hij dat helemaal niet wordt. En ik heb een briefje opgehangen over zijn welzijn. En dat ik weer zo terug ben. Dus ik ben benieuwd. Allemaal lekkere stukjes bot. Hij weet het wel. Ze hebben in ieder geval echt... Oh, luister. Ik weet niet of je het kan horen op camera, maar... Het waait hier zo hard. Het stormt echt. Ik heb af en toe gewoon het idee dat je het water hoort razen. Het is echt bijzonder. Maar... Ik heb wel lekker gedoucht. Ze hebben hier echt een... Nou... Een douche... Ik heb nog nooit zo'n mooie douche op een camping. What the fuck? Yes! Het lekt als de malle. In de... Wat is het? 3,5 jaar dat ik de bus heb. Ik heb de bus nog nooit gelekt. En toen ineens lekte die. En ik had het al gezien toen ik thuis was. Dus ik had het gelijmd, dacht ik. En tot nu toe heeft hij het elke keer ook gewoon goed uitgehouden. Maar nu ineens niet meer. En ik heb al een sok tegenaan geplakt. En ik ga nu een t-shirt tegen het dak plakken. Oh. Oh.
Ja, nou ja, als het nou droog wordt vandaag, dan kan ik het dak op en dan kan ik lijmen. En dan kan ik dit ook weer herlijmen, maar goed. Ik ben natuurlijk al 3 keer gaan slapen vannacht en elke keer word ik weer wakker van de regen. En elke keer voel ik het gewoon een soort van druppen en dan is het volgende kledingitem weer doordrenkt. Ik heb gewoon echt een kutnacht. Ik geef op. Koffietijd. Koffie.